ik kan het wel doen bij jou. Bij mij? Ja, maar hoe moet je het anders doen? Ik kan het natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dus... Durf je dat? Jawel, ik wil jou best een kus geven. Ja? Nou, doe het maar eens voor. Laat maar eens zien hoe het moet. Als morgens vroeg het water van de Schelde stijgt en een allereerste schip vertrekt, ja, dan weet ik dat ik thuis ben. Dan weet ik dat ik thuis ben. Ja, dan weet ik dat ik thuis, thuis ben. Annabel, het wordt niks zonder jou. Annabel. Een ander grote hit van hem was En ik hou van alle vrouwen. Ik ben benieuwd of Hans de Boy na onze wandeling ook van mij houdt. Ja, dat kan niet missen. Hoi, Ella. Hoi, Hans. Hoi. Ben je klaar voor de wandeling? Absoluut. Dit is Oostweien. Dit is Weijen. Hier, mijn ouders hadden een stukje verder een staakcaravan aan de rivier staan. Dus als kind was dat natuurlijk wel ideaal om ieder weekend op weg te vluchten op de camping. Weg te vluchten? Ja, als je geen zin meer had in school en zo. Ik hoor het een beetje bij jou, boos aan wegvluchten. Want je bent geboren in Arnhem. En nu woon je in Oostende. Oostende. Ik heb net je boek gelezen. Dat speelt weer voor een deel op Aruba. Ben jij een zwerver? Lijkt er een beetje op. Ja. En wil je dat of moet je dat? Dat is mijn manier van zijn. Ik ben niet zo gehecht aan Nederland ook. Nee? Nee, ik ben niet zo gehecht aan plekken op zich. Of ben jij constant eigenlijk op de vlucht voor iets of iemand? Nee, ik ben graag onderweg. Hallo. 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 Ik heb geen geld bij me. Heb jij geld bij je? 60 cent. Is het voor haar alleen of moet ik ook moet ik voor iedereen betalen? Ja, zo wordt wel. Dacht je dat je gratis op de volgende mee mocht? Bedankt. Wat voelde jij als kind als jij hier in dit landschap ronddwaalde? Het was een vorm van vrijheid. En ik heb ook op die camping voor de eerste keer een gitaar vastgepakt. Dus dat was nogal openbaring. Dus het is hier begonnen op de camping? De ja, er was een jongen en die had een gitaar. En toen speelde hij de akkoorden van The House of the Rising Sun. En dat heb ik toen ook geprobeerd. En vanaf dat eerste akkoord was het... Kijk! Wat? Oh, daar gaat hij! Daar gaat hij, daar gaat hij. Mooi, hè? Deze gaat nou, niet ja, zo heel mooi hard. Is gewoon een haas. Ja, gewoon een haas. Die zie je niet elke dag meer. Jij wel? En dit was, hier was jouw camping, zei je? Ja, het haasje. Hier. Het heette het haasje. Het heette het haasje. De camping waar jullie vroeger stonden. Ja, het sterft hier van die hazen. Dat haasje kwam dan niet voor niks bij. Die haasje kwam niet voor niks voor mij. Nee. Waar stond jullie caravan? Nou, hier is 100 meter verder, aan de rivier. Wauw, hé. Dit was jullie uitzicht vanuit de caravan? Dit was het uitzicht vanuit de caravan, ja. Fantastisch. Ja, echt super. Wij zijn nu 35 jaar verder, hè? En jij hebt sinds 12 jaar weer je eerste cd uitgebracht, hè? Niemand draait hem. Ja. Maar wij willen wel heel graag jouw liederen... tegenhoren brengen. Dat zijn, heb je zin? En kan het, denk je, in het zonnetje de gitaar of is het te koud? Heb jij een favoriet lied wat je hier op deze plek, waar jouw jeugd voor een deel ligt, tegenhoren te brengen? Nou ja, omdat mijn moeder dus 3 weken geleden is overleden, zit ik eigenlijk alleen maar met 1 liedje in mijn hoofd de laatste tijd. En dat is dat liedje van Eens ben je zonder moeder. Dus, kan je dat spelen, denk je? Zo kort zou na we dat hier, jawel, dat kan ik wel doen, maar ja? Zou we dan een plekje uit de wind kiezen nemen? Hè? Je zegt steeds vaker aan, alles komt een eind, maak altijd nieuwe vrienden. In iedere fase van je leven, maak altijd nieuwe vrienden. Je zit met je rug naar de gele rozen en ik zie dat je bang bent. Ik zit met mijn rug naar de nachtwacht en jij ziet dat ik bang ben. En dan zeg jij zomaar eens. Ben je zonder moeder, moeder eens? Ben je zonder moeder, moeder eens? Ben je zonder mij?
op de een of andere manier is het me nooit gelukt om te stoppen met houden van jou. Dat jij dit kan spelen, 3 weken nadat jouw moeder is overleden, dat vind ik zo knap. Maar het liedje was er al 1,5 jaar. Ja, maar het krijgt nu ineens een lading. Ja. Want het is natuurlijk nogal wat... Kijk, van je vader kun je zeggen van... Ja, je vader, weet je wel. Maar uiteindelijk heb je niet in je vader gewoond. Maar jij wel in je moeder. Iedereen heeft in zijn moeder gewoond. Dus daarom is het afscheid van je moeder... of dat het nou wel of niet aangenaam is geweest... blijft een enorme impact. En jullie hebben een heel turbulent leven samen gehad, hè? Als moeder en zoon. Je zingt er ook over. Aantrekken, afstoten... Hoe was jullie band toen jouw moeder ging sterven? De laatste 5, 6 jaar hebben wij gelukkig weer een communicatie gehad. Waarom was het aantrekken en afstoten tussen jou en je moeder? Nou, omdat ze waarschijnlijk zelf zo een beetje in elkaar zat ook. Aan het einde van die Tweede Wereldoorlog heeft mijn moeder gezegd van... ze gaan mij allemaal niet meer gek maken. Maar dat heeft wel consequenties om... dusdanig een harde opstelling te hebben tegen dingen die dat eventueel... Ja, ook naar jou toe? Hard? Tegen iedereen kon ze behoorlijk hard zijn, hoor. Dus ook jij? Ja, absoluut. Ja? Ja. En wat had dat voor effect op jou? Nou ja, dat deed je... Ik denk dat ik vrouwen net zo behandel zoals dat mijn moeder mannen behandelde. Oh? Dat wil zeggen... Ik hou van alle vrouwen, dat lied, dat klopt dan niet helemaal. Nou, dat is, kun je zien als een soort hulpeloze noodpoging om toch maar in communicatie te komen. Maar in wezen was dat natuurlijk niet zo. En dat is ook helemaal niet vol te houden om van alle vrouwen te houden. Maar was jij hier gelukkig met je moeder? Hier, op deze plek? Nou, ik kan niet zeggen gelukkig. Ik denk niet zozeer... Geluk, dat weet ik niet. Dat geloof ik niet echt. Ik ben niet zo vaak uitgesproken gelukkig geweest met mijn ouders. Dat kan ik niet. Dat kan ik niet zeggen. Wel mooi, dus je moeder heeft wel het nummer al gehoord. Ja, ja. Hoe vonden jouw ouders jouw grote succes? Ze vonden dat... mijn vader had het er toch niet al te gemakkelijk mee... omdat hij van het principe was, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Mm-hmm. Dus daar kom je natuurlijk in de muziek niet ver mee. Het is toch een uiterlijk vak. Is dat goed of niet goed? Nou, in de protestantse zin was dat natuurlijk niet zo welkom. Dus mijn vader had het daar nogal moeilijk mee. Maar mijn moeder die moest er wel erg hard om lachen eigenlijk. Ja? Ja. Was ze trots op je? Ik denk het wel, ja. Je zegt, ik denk het wel. Ik denk het wel, ja. Maar je weet het niet. Nou, ze was niet iemand die snel over emoties sprak. En, of die snel gevoelens liet spreken, laat ik het zo zeggen. Zonde van je mooie schoenen trouwens hier, hè? Want we lopen lekker te modderen. Ja, echt, dan loop ik hier met een gitaar door de blubber. Ja, het is dat. Als ik hem even moet dragen, hoor ik het, hè? Volgens mij lopen we hier in een doodlopende weg, joh. Ik weet niet waar je mij mee naartoe neemt. Moeten we de... Een beetje vreemd wandelpad, Hans. Dit is een eigenaardig wandelpad. Nou, einde van de wereld. Dus dit is het einde van de wandeling? Nee, ben nog lang niet klaar. Dit is het begin van de wandeling. Het begin van de wandeling, we lopen gewoon weer terug. Jij bent altijd enig kind gebleven. Ja. Maar je was de 5e Hans in het gezin. Nou, hoe zat dat? Ja, een kindje overleden op 3-jarige leeftijd. 3 kindjes die net niet geboren werden. En toen ik. Dus dan ben je de 5e. En je ouders noemden jou opnieuw Hans? Ja, zoals de 1e. Ja. Waarom deden ze dat? Nou, dat had vroeger werd dat vaker gedaan. Omdat het is gewoon heel simpel. Je hebt een vervangwagen, in dit geval een vervangkind. En... daarmee denk je je verlies op te lossen. Dat is natuurlijk helemaal nooit niet het geval. Maar er komen mensen pas achteraf achter. Dus 2 jaar geleden heeft mijn moeder wel gezegd van... Dat zou ik nooit meer doen. Dus daar was ik toen wel heel erg opgelucht over dat ze dat gezegd had.
En het feit dat jij eigenlijk die vervangwagen was, wat heeft dat voor effect gehad op de rest van jouw leven en de relatie met je ouders? Nou ja, dan bouw je natuurlijk weinig identiteit uit. Dus dan is er geen, dan is er een heel moeilijk contact. Hè. Hey, Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel. Annabel, het wordt niets zonder jou, Annabel. Hoe ging je om met het grote succes als beginnend muzikant? Het was totale verbazing en... Wat deed dat succes welkom. Met jou, de aandacht? Ik vond dat nogal erg verwarrend en ik zag de reden ook niet echt waarom dat het zo'n succes werd. Nee? Nee, ik heb dat nooit gezien. En nog steeds niet trouwens. Ik zie vaak heel vaak niet waarom dingen echt heel groot worden. Je hebt daar geen neus voor? Ik heb daar absoluut geen neus voor. Nee. In die periode van jouw succes ben jij ook vader geworden, hè? Ja. En uiteindelijk vader van twee kinderen. Ja. Hoe ging dat in jouw privéleven met dat succes? Matchte dat of was dat lastig? Nou, dat matchte helemaal niet. Omdat in wezen in mijn leven de muziek en alles wat eromheen hangt het belangrijkste is in mijn leven. Ja? Ja. Belangrijker dan je relaties, belangrijker dan je kinderen? De creativiteit, ja, in wezen wel, ja. Echt waar? Ja. Omdat de muziek het in mijn geval ervoor gezorgd heeft dat ik nog leef. Dus is dat het belangrijkste. Hoezo heeft de muziek ervoor gezorgd dat jij nog leeft? Nou, omdat het uiten van emoties, zoals nu bij de crematie van mijn moeder... of weet ik in wat voor een andere moeilijke omstandigheid... dan komen er liedjes of gedichtjes of verhaaltjes of een schilderijtje of een muziekje of weet ik veel wat. En daar komt dan de troost uit. Maar een kind verlaten is natuurlijk iets wat eigenlijk wel heel erg mis is, ja. Maar wist je dat al na anderhalf jaar? Dan heb je zo'n klein hummeltje. Wist je dan dat dit werkt niet? Ja. Ja? Ja. In wezen wel. Ja. Ja, relaties. Het is moeilijk. Het is niet gemakkelijk met en het is helemaal niet gemakkelijk zonder. Dus ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Je bent bijna 50. Je moet wel iets weten nou, hoor. Nee. Je weet het nog steeds niet? Nee, ik weet het niet. Ik hou van alle vrouw, dat is een groot verdriet. Ja, dat is een groot verdriet. Met één ik maar trouwen en daarom trouw ik niet. En daarom trouw ik niet. Ja, wat ik lees in jouw eigen boek, met je wiet en je drank, ging het bij jou toch wel redelijk aan toe. Ja. En de dames. Ja. Ja. Nou, ja. Nou ja, dat is... Ik lees in jouw boek dat je verslaafd was aan seks. Verslaafd aan seks? Ja. Het zou misschien wel eens geweest kunnen zijn, ja. maar dat is dat toch... Ik hoop dat je er nog iets van weet. Want dat je er in ieder geval van genoten hebt dan. Het leuke is dat als je steeds minder en minder analyseert... Ja. Dan laat je die dingen ook los. En dan is het probleem ook opgelost. Ja. Dus ik snap wel dat in de kroeg zitten of graag seks hebben... dat op den duur niet werkt. Maar... Ik pak je boek er even bij. Ik probeer op een of andere manier te begrijpen waarom jij op een gegeven moment in je boek met deze zin begint. 6:30 en een warme morgen is geboren uit zoute Caribische wind. Verre van ideale dag om zelfmoord te plegen. De eerste zin, daar moet altijd een enorme tegenstelling in zitten. Nee, maar ik lees uit dat verderop in je verhaal dat je een hele zwarte periode ook gehad hebt, hè? In je leven. Ja, dat wel. Ja, nou, die speelde zich zo ongeveer toen af in de periode dat ik op de Antillen zat. Mm-hmm. Terwijl dat iedereen dacht dat ik natuurlijk geweldig aan een of ander zwembad... Met een drankje onder de palmen gitaar lag te spelen... was ik eigenlijk nogal met hele andere dingen bezig, ja. Als je dus heel veel succes hebt gehad, dan ga je toch op een gegeven moment zoeken naar een zingeving. Want ik vond dat vele succes hebben ook nogal een zinloze bezigheid natuurlijk. Ja, was dat zinloos? Voor mij wel. Het lijkt mij doodsaai om 20 jaar dan een stuk succes te hebben. Wat voor vader was jij in die periode? Pjoeh, nou, daar kom je natuurlijk, daar heb ik... Nogal wat,
ga niet zeggen vroeging over, maar als er iets is wat ik wel zou willen veranderen, dan had ik wel meer willen functioneren als vader. Maar dat is dan blijkbaar zo. Want dat deed je niet? Je was geen goede vader? Denk het niet, nee. Nee? Nee, ik was te afwezig natuurlijk. Ik was er wel, maar ik was wel afwezig. Ik wil je iets laten zien. Naar aanleiding van uw deelname aan het programma De Wandeling heb ik voor u een videoboodschap. En daarin zou ik willen zeggen dat ik een vader heb gehad. Op een manier die weinig mensen een normale vader zouden noemen. Maar dat voor mij wel een van de beste vaders is die ik me zou kunnen inbeelden. We hebben altijd veel kunnen lachen, veel humor gehad. En ik hoop dat we daar nog veel humor gaan hebben ook. Ik weet dat je met het idee speelt om eventueel te stoppen, omdat ze Nederlandstalige muziek buiten Borsato en Clouseau toch niet op de radio draaien. Maar er zijn mensen die jouw muziek echt wel goed vinden. En daarom vind ik dat je voor die mensen zeker verder moet doen. En ook voor een beetje voor mij, want ik vind jouw muziek ook wel goed. Mm. Ik weet dat je ook met het idee hebt gespeeld om misschien in het buitenland te gaan wonen. Ergens in het verre Indië. Ik zou je willen aanraden om dat niet te doen. Omdat er hier mensen zijn die je wel nodig hebben. En die dat aangenaam vinden als je zondag altijd op de voetbal bent. Ik ben blij dat jij mijn vader bent. Ja, dat is mooi. Dat is goed. Is het goed voor jou om dit te horen? Ja. Had je het al eens zo gehoord van hem? Nee. Wat ben je er relaxed onder? Ja, ik bedoel... Jij hebt net gezegd dat je... Het enige waar je ontevreden over bent is... Ik weet het ook, maar ik weet wel dat hij er zo over denkt. Maar dat is mooi. Maar je ziet ook dat hij probeert de boel overeind te houden. Want als hij iets dieper moet gaan, dan komt dat toch ook wel heel erg... Dan breekt hij ook, dat zie je. En jij, als jij heel dieper gaat? Jawel. Wat doe je dan? Dan breek ik ook, omdat, bedoel, dat zijn vader-zoon affaires. Als die goed gaan, dan... Is dat toch wel een heel stevig fundament ook. Ja. Meneer de cameraman. Nou, je probeert nu af te dwalen. Ja, maar ik dwaal altijd af. Is het moeilijk voor je? Nee. Om over te praten? Nee, zeker niet. Ik vind het echt een hele lieve jongen. Ja, dat bedoel ik niet. We hebben het over hoe jij het hebt gedaan als vader. Ja, maar die dingen zijn toch niet terug te draaien. Dus in wezen kun je erover blijven doorbomen. Je kunt ook gefrustreerd zijn, maar je kunt ook proberen... dus op lange termijn iets te creëren wat wel stand houdt. We hebben jouw zoon niet gezien. Die heeft een mooi verhaal naar jou toegehouden. Als wij nou eens een mooie plek opzoeken... en jij speelt een lied voor jouw zoon, welk lied ga je dan spelen? Dan heb ik wel een liedje. Jij mag een lied kiezen en de plek. Oké, een liedje dat heet Hoe je een meisje kust. Dat moet hij nog leren. Nee, jij niet. Van zijn vader. Nee. Oh. Oké. Internationaal product, misschien dat het vandaag nog lukt. Er moet betaald, het quotum moet gehaald. Dit is het goede leven, waar je modder vet van wordt. Het goede leven, een streven. En ik denk aan jou, nu je in de schoolbank zit. Hoe je leren moet, wat je in de file doet. Die God vergeet regels over vrede en lust. Maar wie zegt je nou hoe je een meisje kust? Hoe je een meisje kust? Ja, nu zit ik tussen twee vragen. 1. Weet jij hoe je een meisje kust? En 2, waarom speel je dit voor je zoon? Nou,
Omdat we het nog wel eens regelmatig over seks hebben. En omdat seks natuurlijk een algemeen gebruiksvoorwerp is geworden. En wij erachter gekomen zijn dat je op school werkelijk van alles leert. Maar er is nooit eens een keer een middag dat je uitgelegd wordt als jonge puber hoe je nu werkelijk een meisje kust. Weet jij? Ik weet het. Ik weet het. Kan je het fysiek voordoen? Nee, dat zou ik wel kunnen, ja. Ja? Ja, ik kan het wel doen bij jou. Bij mij? Ja, maar hoe moet je het anders doen? Ik kan het natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dus... Durf je dat? Jawel, ik wil jou best een kus geven. Ja? Nou, ja. Doe het maar eens voor. Laat maar eens zien hoe het moet. Zo simpel. Nou, zo simpel is het. Nee, het ging er eigenlijk over dat kussen iets anders is dan seks hebben. Maar seks hebben is natuurlijk pas plezierig als je weet hoe je iemand kust. Hans, jouw zoon, zegt dat je vooral door moet gaan met muziek maken. Ja. Maar ja, hou jij het vol als nu niemand jouw muziek draait behalve de wandeling? Nou, economisch gezien hou je dat niet vol. Ik zal zeker niet stoppen met muziek maken. Maar als de radio je muziek niet opneemt en de televisie niet... en er zitten heel weinig mensen in de zaal en er komt geen nieuw werk bij... ja, dan zul je toch je conclusie moeten trekken. Je zoon zegt nog iets tegen jou. Pa, blijf in de buurt, want je loopt dus schijnbaar met plannen om naar India te gaan. Ja. Wat ga je dan doen? En wat hoop je daar te vinden? Op een andere manier kijken naar leven dan wij hier naar... of de dingen die wij hier belangrijk vinden, heb ik eigenlijk nooit zo echt belangrijk gevonden. Dus economische zaken en dat soort dingen waar wij natuurlijk hier... heel erg mee begaan zijn allemaal. Dus je blijft een zwerver? Nou, ik ben iemand die zeker niet uitgezocht is. Nee? Nee? Je bent bijna 50, man. Nou, dan begint je derde leeftijd, hè? Dan ga je aan beginnen. Ja, de derde 25 jaar komen eraan. Als het allemaal goed gaat. En dat worden de vette jaren? Als ik eerlijk ben, wel, ja. Ja? Ja, ja. Nou, dat lijkt me een mooi moment om een drankje op te drinken. Ik heb iets lekkers in mijn rugzak zitten. Nou, kijk nou. Ja, ik zet je gewoon weer terug aan de drank, hè? Wou je een biertje drinken? Dan was je net van je image af. Ben je een echte man die een opener heeft of gaan we het met onze tanden doen? Ik ben natuurlijk geen echte man met een opener, maar... Misschien zit hij er ook in. Yes. Kijk. Een Belgisch biertje. Een Belgisch biertje? In het Hollandse rivierenlandschap. En jij bent onderweg naar India, naar de Dalai Lama. Maar dat mag niet van je zoon, dus dat wordt nog wat. Op jouw toekomst, waar dit dan ook mag liggen. Oké, dankjewel. En op die van jou. Bent u nou ook geïnspireerd door het mooie verhaal van Hans de Boy? Ga dan naar onze internetsite. En wie weet maakt u kans op een gesigneerde cd en een boek van Hans de Boy. Toch? Proost. Op jouw boek en je cd. Dankjewel. En je cd. De 10 mooiste wandelingen op dvd met onder meer Jos Brink en Bart Chabot. Verhalen die blijven inspireren. Exclusief te koop bij de KRO voor 19,95. Bestel direct via webwinkel.kro.nl.